Marjolein Keizer. Ik ga vandaag wat superleuks doen, namelijk naar een hotel. En daar zit iets leuks in. Ja, dat is iets waar je in kan chillen. En dat gaan jullie zien als we er pas zijn. Ik ga dat nog niet vertellen. En morgen gaan we ook iets heel leuks doen. Alleen dat ga ik ook nog niet vertellen. Dus moet je even abonneren en het belletje aan. Dan bij abonneren krijg je geen video. En bij belletje krijg je een melding als ik een nieuw video heb. En doe ook een duimpje omhoog. En we gaan voor de 10 duimpjes omhoog. En dan zie ik jullie als we er zijn. Tot zo. Nou, we zijn dus in de kamer aangekomen. Dit is die van Denali en Jace. Dit is er eenmaal. En we hebben zelfs een mooi bad. Ja, dit is de wc, niet heel bijzonder. Allemaal handdoeken, kraan, douche. Misschien zagen jullie het net al bij Denali. Kijk, als ik deze deurtjes open maak, dan slapen hun gewoon in een kast. Wow! Hier is dan de tv. En Jason heeft ook een tv. Ja, ik heb een andere kamer. Nou, als we bij het zwembad zijn of bij onze kamer, ik weet niet. Dan komen we terug. Tot zo. Okay. Onze kamer zit hier in de superior wing. En daar gaan we nu naar binnen. En dan gaan we kijken hoe onze kamer eruit ziet. Tot zo. We zijn hier dus. Dit is mijn bed. Hij is echt heel erg groot. En dan is hier de jacuzzi. En we gaan zo ook nog zwemmen. Ja, tot zo. Ik weet niet waar we heen gaan, tot zo. Zo, nou zoals jullie hebben kunnen zien, zijn we aangekomen bij het hotel. En we hebben nu een leuk speeltuintje gevonden. En daar zijn we eventjes lekker aan het spelen. Nou ja, de kinderen, want wij zitten op het terras. Zo, en jullie zitten op de tractor. Ja, jij ook, hè? Nou, zoals jullie hebben kunnen zien, hebben Denali en Jace de sprookjeskamer. En Ryan die heeft de spa-kamer met de jacuzzi, waar we ook nog in gaan natuurlijk, wat jullie ook nog gaan zien. De rest van het hotel gaan we jullie natuurlijk ook nog laten zien en we gaan elke keer stukjes filmen. We gaan natuurlijk ook nog naar het zwembad. Ik hoor wel een behoorlijke... Oh, dat is zo... 2 dagen. Nee, 1 nacht, ja. Oh, ja, 1 nacht, maar 2 dagen. 2 dagen, ja. En wat we morgen gaan doen hebben we nog niet verteld aan de kijkers, want dat kunnen ze volgende week zien in een nieuwe vlog. Dus dat blijft nog een verrassing. Ja. Zo, en hoe vind je de kamer, Ryan? Heel vet. Oké, we gaan nu dus naar de speciale... Ja, het is niet heel speciaal, maar het is gewoon een kamer. Wel een hele leuke kamer. Ja, zoals jullie zagen, had Denali met James de sprookjeskamer. En dus een bed gewoon in de kast. Maar wij hebben een kamer... Met een jacuzzi. Cool, hè? Het is ook echt een heel groot hotel hier. Van der Valk in Tilburg. En nee, geen betaalde promotie. Maar gewoon heerlijk. We zijn niet gesponsord. Maar gewoon heerlijke nachtje weg. Maar we raken hier gewoon zelfs de weg kwijt. Zo groot is het hotel. Want daarachter allemaal is allemaal van der Valk. En je hebt dus... En dat gaat helemaal door. Je hebt hier ook appartementen. Je hebt hier een wellness in zitten. Je hebt hier, en wij zitten dus een buitenzwembad, maar dat is de wellness. Nee, daar mogen kinderen niet in. Hier hebben we iemand die bukt. Hallo. En hier hebben we dus de Superior Wing. En daar zitten wij in, op kamer 801. En ja, wij hebben die kamer geboekt vanwege de jacuzzi. Dat wilde Ryan heel erg graag. En Denali en Jace hadden de sprookjeskamer, omdat hun heel graag de sprookjeskamer wilden. Dat wilde Ryan niet, die wilde echt heel graag de jacuzzi boeken. Dus dat hebben we gedaan, dus nou tot zo in de kamer. Nou, we zijn er. Dit is onze kamer, 801. Ja. Je kunt eruit halen? Ja, Ryan gaat even het pasje eruit halen en de deur openen. Ja, duwen. Mag je hem er tegenaan houden en dan heel hard duwen. Yes! Daar zijn we. Ik zeg eerlijk, Ryan had deze kamer al wat eerder gefilmd, want we zitten ook op deze kamer. Daar hebben jullie vast wel stukjes van gezien. Maar hij was zo enthousiast met filmen dat het beeld een beetje druk was. Dus we dachten, we filmen het nog even een keer rustig. En dus is dit mijn bed.
En dat is Ryan's bed. Een hele grote. Net als thuis eigenlijk. Hè. Thuis heb je ook een tweepersoonsbed. Maar dit is de reden waarom Ryan heel graag deze kamer wilde boeken. Kijk uit, het is glad op sokken. De grote jacuzzi. Wow. Ik kan helemaal. Jij kan daar helemaal in liggen zo. Dus we gaan strakjes naar het zwembad hier beneden. En daarna zijn, gaan we nog lekker bubbelen. Oh, ik zie jou trouwens ook in de spiegel. Hi! Denali dacht dat er twee waren. Oh, de rest van de badkamer. Hallo, nog een spiegel. Leuke details, leuke bekertjes en wat leuke dingetjes allemaal. En hebben we hier de inlooddouche. Dus na het bubbelen kunnen we nog lekker een douche nemen. We kunnen muziek aanzetten tijdens het bubbelen. Dus ja, het ziet er helemaal top uit. En dan hebben we natuurlijk hier nog... We hebben leuke kaarsjes meegenomen. Toevallig in de kleur van de kamer. Dus dat is echt... Ik ga heel toevallig. Een zwembroek aandoen. Ryan gaat vast een zwembroekje aandoen. In de wc. Dan hebben we hier het masterbed. Dus daar gaan we ook lekker in slapen. Televisietje aan de muur. Kunnen lekker koffietje maken. Ja, dat is top, schat. Lekker. Lekker. Nou, dan hebben we hier nog een koelkastje. En ja, we hebben natuurlijk net heerlijk gegeten in het restaurant. Maar uiteraard hebben we nog lekker wat dingetjes meegenomen om vanavond tijdens de jacuzzi te kunnen nuttigen. Dus dat gaat helemaal goed komen. Echt, hè? Heerlijk. Hey, dat heb je snel gedaan. Oh ja, en dan hebben we natuurlijk nog een toilet. En dat is in deze kamer met een glaasdeur. En dan hebben we hier het toilet nog. Niet heel onbelangrijk. Voor de vlog wat minder. En jij hebt een bankbed. Ja, lekker hè? We hebben hier lekker nog een balkon. Nou, dan gaan wij lekker naar het zwembad. Hè? We hebben onze buikjes volgegeten in het restaurant net. Was lekker. En gespeeld in de speeltuin. En dan gaan we nu lekker naar het zwembad. Ja, ik zie jullie als we er zijn. Tot zo. Omdat het natuurlijk wat Dr. Tapijt is, kan ik ook mijn breakdance moves oefenen. Dus ik ga er eerst even twee doen die ik aan jullie ga laten zien. Oké, okay, dit is één, dat heet de backspin. Wacht even, die ging even niet zo heel goed. Die ging al beter. En die ik nu ga doen, weet ik niet meer hoe die heet. En ik ga er nog eentje als laatst. Die heet volgens mij de helikopter. Die gaat. Zo. Nou, als we bij het zwembad zijn, zie ik jullie zo. Tot zo. Oké, okay, Jace gaat iets heel vets laten zien. Ja, we zijn dus in het zwembad. Allee, daar gaat Jace. Komt Jace. Hoppa! En we waren net ook aan die kant, maar dat ging dicht vanaf 8 uur. Dus dat gedeelte is dicht. Ze hebben hier een klein zwembadje. En aan de andere kant zit ook nog een groter, maar daar zitten heel veel mensen in. Dus voor het filmen dachten we, doen we heel even dit kleine badje aan jullie laten zien. Want het grote bad, ja wat ik zeg, daar zitten heel veel andere mensen. Dus dat maakt het wat lastiger. En daarachter zit dus nog een bubbelbad. En daar hebben we, ik kan een klein stukje nu laten zien, het grote zwembad. Maar daar ga ik niet in filmen, omdat daar heel veel andere mensen ook in zitten. Maar hebben jullie een beetje het idee van het zwembad? Ik ga nu slapen. Ik ga nog even op mijn telefoon een spelletje doen. Dan ga ik slapen. En morgen ga ik nog even in de jacuzzi dat film ik ook. Tot zo. Nee, tot morgen.